En toen stonden we ineens op het vliegveld. Zoals ik eruit zie, zo voel ik me ook, zeg maar. Voor kunstzinnige mensen is dit heel interessant. Goedemorgen, lieve mensen. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is een nieuwe maand. Het is vandaag februari. Ik heb al heel lang geleden een cursus gekocht. Dat moest ik voor betalen. Om te leren fotograferen, om je camera te leren kennen en alle instellingen goed te zetten en zo. Nou, het is nog nooit gelukt om daaraan te beginnen. Misschien heb ik één of twee keer een les gedaan, maar goed. Het is echt drama. Ik zit hier ergens bij een leuk cafeetje, kijk. Ik heb een lekker theetje. En deze. Ik heb mijn laptop mee en als het goed is heb ik hier wifi. Dus ik zal gewoon eens even proberen of het lukt om die cursus op te starten. Ik vind het best wel interessant. Ik sla het beter op dan de vorige keer, heb ik door. Ik ben aangekomen in mijn volgende hostel. Ik heb mijn eigen kamer en het is eigenlijk heel... Ik heb even de onderbroek opgehangen. Het is heel fijn. Het is best wel een klein kamertje, maar het is voor mezelf. Dus dat vind ik helemaal prima. Het enige is een beetje, er is helemaal geen raam of zo. Dus dat is een beetje gek. Het is gewoon even, je moet weer even acclimatiseren. En nou gaat iedereen weer zijn eigen weg. En dat vind ik toch best een beetje lastig, merk ik. En dan ga ik even huilen, maar dat geeft niet. Ik heb de was gedaan en die hang ik nu even hier op. Want drogen kost 4 euro en daar heb ik helemaal geen zin in om dat te betalen. Ja, het is gewoon weer even acclimatiseren, hè? En dat kan verder niet zo goed. Het heeft even tijd nodig. Geeft niks. Dag lieve mensen, goedemorgen. Ik ben een beetje bijgekomen hoor. Ah, ik zit nu ergens in een parkje. Kijk, het is hier best wel leuk. En bloemen en zo. Bloemen, ook van. Dus ik zal straks even boodschappen doen. Waarschijnlijk ergens in een cafeetje zitten. Want ja, dat doen we elke keer weer. Ik weet nog niet zo goed. Kost zoveel geld. Alleen een theetje kan je dan wel halen. Maar ja. Ja, thee is ook maar gewoon zo thee. Snap je? Nou, de dag is weer voorbij en ik ben moe en mijn haar zit wild. Zoals ik eruit zie, zo voel ik me ook, zeg maar. Ik ben een beetje moe. Maar ik heb wel een hele fijne dag gehad. Ja, en verder, ik zit een beetje te denken van hoe moet ik al die dagen nou toch weer vullen. Op zich is er genoeg te doen in Christchurch, maar het is gewoon... Eigenlijk kost alles geld. En dat is het hele punt. Ik heb geen geld meer. En dan denk je, Fenna, heb je nou geen geld meer? Maar je gaat toch nog naar Hawaii en je gaat toch nog naar New York? Ja, klopt. Het meeste daarvan is al betaald. Maar ik heb nog een budget wat ik daarvoor moet overhouden. Want als ik dat niet heb, dan heb ik misschien niet genoeg geld. En dat wil ik niet. Dat wil ik niet dat dat me overkomt. Snap je? Dat je... geen geld meer hebt. Of dat je moet lenen van iemand. Of dat je weet ik veel. Nee, dat wordt drama. Ja, dus. Ik ga even koken. En ik zie jullie later. Goedemorgen lieve mensen. Het is weer een nieuwe dag. Ik loop weer in het centrum van Christchurch. Zoals elke dag. Kijk even hoe gaaf deze muur is trouwens. Dit is gewoon een platte muur, hè? Zo cool. Kijk, ook weer leuke straat. Zo gezellig hier. Ja, er gebeurt niet zoveel bijzonders, maar dat hoeft ook niet. Want dat hebben we al lang allemaal gedaan. Hier is de kathedraal. Kathedraal. Nederlands bord.
kathedraal. Die is dus helemaal beschadigd en gegaan tijdens de aardbeving. En ze zijn dus, 2011 was dat, ze zijn nog steeds aan het renoveren. Het is niet normaal hoe lang dat duurt. Ik ben weer teruggegaan naar het hostel. Daar heb ik even geluncht en even een middagdutje gedaan. Ik ben steeds weer zo moe. Wist je nog wel dat ik dat ook had in Australië? Nou, dat is nu weer. Ik snap niet waarom, maar het maakt niet uit. Even een ijsje en ik ga weer terug naar het park. Want daar vind ik het zo leuk. Maar doei. En toen was de volgende dag alweer voorbij. Vandaag heb ik samen met Alex even... gechilled in de Botanical Gardens. We hebben even een rondje gedaan door de stad. Ik heb de laatste souvenirtjes gekocht. Ik mag nou echt niks meer halen, want dat is heel erg ernstig. Maar dat is toch wel de moeite waard. Mijn andere tas is namelijk gebroken. Het handvat is gebroken. Dus die heb ik weggedaan. Weet je, als iets kapot gaat, mag je best wel weer iets nieuws halen. Goed. Op dit moment is het ongeveer 7 uur en ik doe mijn schoenen aan. Ik heb mijn sexy sok weer aan. Vind ik toch wel fijn voor extra support. Ik wil namelijk thuis weer heel graag beginnen met hardlopen. En daar moet mijn enkel wel stevig voor zijn, snap je? Dus we houden nog even de support. En ik ga eventjes voor een wandel. Een wandeltje. Want dat deed ik thuis dus heel vaak, dat ik gewoon na het eten 's avonds eventjes erop uitging. Even een rondje door de stad liep. Gewoon heerlijk even. Lekker niks. Heb ik de afgelopen maanden helemaal niet gedaan. Dus dat ga ik gewoon maar weer eens even doen. Het is weer een nieuwe dag. Ja, het gaat toch wel snel voorbij hoor, deze dagen. Ook al doe ik eigenlijk helemaal geen fluit. Toch vermaak ik me eigenlijk prima. Elke dag denk ik weer, oh, wat moet ik vandaag weer doen? Maar gewoon lekker. Goed, ik ga eventjes mijn sinaasappels opeten. En ik zie jullie later. Dag. Volgens mij zijn het pers sinaasappels. Boeien. Ja, voor kunstzinnige mensen is dit heel interessant. Maar ja, ik heb er niet zoveel mee. Nou jongens, wat een uitje. Wat was dat leuk. Nou, niet zo gek doen van, want ik weet dat er mensen zijn die het wel leuk vinden. En ik vond het ook best wel even leuk om daar binnen te kijken. Maar ja, ik heb nooit zoveel met kunst. Nou ja, tenminste, ik werd er een beetje bang van soms. Ja, nou goed. Ik ga terug naar het hostel, want ik heb nog wat tassen in te pakken. Ik heb een aantal dingen weg te gooien. Ik wil heel graag... Nou ja, allereerst deze schoenen ga ik weggooien, want er zitten gaten in mijn tenen. Moet je kijken. Dat is toch niet te doen. Hier, maar ook hier. Het scheelt heel wat ruimte in mijn tas. Dan kan ik alle souvenirtjes in meenemen. Nou, daar staat hij, ready to go. En daar liggen mijn schoenen. Ja, nou, het is echt drama, jongens. Dit kan ook niet meer. Heb ik ze net nieuw gekocht, hè, voor de reis. Helemaal balen. Nou ja. Oké, jongens, ik ben eventjes al die boodschappen aan het bekijken. Wat neem ik mee? Wat ga ik... Ik ga nog couscous maken. Ik neem dit mee en dan ga ik gewoon brood halen. Dus dan heb ik ontbijt en lunch al gefixt. Maar
ik ga dus ook al een aantal dingen weggooien. Kijk, havermout heb ik echt geen zin meer in. En dat ga ik ook niet meenemen naar Hawaii. Ik heb hier meel, bloem, ga ik niet meer gebruiken. Suiker ga ik niet meer gebruiken. Ik kan er nog pannenkoeken van maken, maar goed, dat vind ik de moeite niet waard voor die 2 dagen. En dat is dus leuk aan zo'n gratis voedselding. In ruil neem ik gewoon 2 van deze dingen mee. Wat een topdeal. Goed, en toen stonden we ineens op het vliegveld. Ja, geinig. Ik ga nog niet vliegen. Nee, maar ik ga wel op zoek naar mijn hostel. Die is dus echt zo dicht bij het vliegveld. 700 meter. En volgens mij kon ik in het bushalte eerder er ook uitstappen. Maar goed, anders had ik geen wifi en geen route en wist ik niet waar ik heen moest. En ik moet dus midden in de nacht, zondag, hier naartoe. Dus dan is het ook wel handig dat ik een beetje de weg weet. Dus ik loop nu via het vliegveld naar mijn hostel, zodat ik zondag zeg maar zo terug kan lopen. Ja, dus de allerlaatste dagjes en dat voelt toch wel een beetje gek. Het is nog niet voorbij, ik weet het heel goed. Maar het voelt toch wel een beetje als een soort einde. Zeker nu ik hier zo op het vliegveld sta, dat is echt heel gek. Nou goed, ik ga op zoek naar mijn hostel en ik spreek jullie zodra ik daar ben. Ciao. Daar is die dan. Mijn allerlaatste hostel van deze reis. En ik moet hem weer verhuilen. Tuurlijk. Doe normaal, man. Nee, maar het is toch wel even, zeker nu ik echt heel dicht bij het vliegveld ben. Echt zo'n besefmomentje, oké. Het is bijna klaar. Het is zo gek. Het is heel gek. Heel dubbel. Want ik heb ook super veel zin om weer naar huis te gaan. Al die hostels, al die bedden waar ik in heb geslapen. En dit is dan de allerlaatste. Oh, die airco is heel fijn. Kijk, dit is de keuken. Het is hier best wel gaaf. Heel groot. Ik heb helemaal zweet. Ik heb het zo warm. Maar ik was dus even niet helemaal... Even vergeten dat het natuurlijk een hostel is vlakbij het vliegveld. Dat betekent dat er best wel veel mensen overdag ook liggen te slapen met jetlag en zo. En ik vraag me een beetje af wat ik hier nu moet doen de komende 2 dagen. Maar dat komt goed. Ik ga gewoon even uitrusten en de was doen en noem het maar op. Oké, jongens, ik ben eventjes de laatste dingetjes aan het halen. Zoals zonnebrandcreme en een brood voor ontbijt en lunch. Maar ik heb dus nog, ik heb het even uitgerekend, ik heb €700 over voor de laatste 2 weken. En dat is ook Hawaii en New York. Dus ik knijp hem een beetje, want dat is echt niet veel geld. We hebben gelukkig onze camper al betaald en zo, dus dat valt mee. Maar nog steeds, het is niet veel geld en ik heb er een beetje stress van. Dus ik ga het nu gewoon zo goedkoop mogelijk doen en... Dan hoop ik dat ik toch iets van geld overhaal op het eind. Nou goed, ik zoek even een brood. Maar dat is niet de goede die ik zoek. Oh, ik haat dit. Weet je, en op het begin dan heb je heel veel geld. Dus dan denk je, oh ja leuk, en dit ga ik doen en dat koop ik. Oh, geen probleem, dat kan er wel even bij. Maar ja, als het dus bijna op is en je hebt niet veel geld, dan wordt opeens alles veel moeilijker. Nou, dan maar de goedkoopste van de goedkoopste. Goedemorgen, lieve mensen. Het is weer een nieuwe dag. Nieuwe kansen. Het ruikt hier naar vieze zweetschoenen. Voeten. Kijk, ik slaap weer in zo'n mooie ruimteschip. Dit is een beetje iets meer, wat zeg ik? Wat ouder allemaal en zo. Dan Lilo's. En hier, dit heeft een... rolgordijntje in plaats van zo'n schuifdeur. Goed, in ieder geval. Ik heb gisteren zo goed als alles ingepakt. Het meeste zit in mijn tas. Ik had dus 3 tassen en dat heb ik allemaal in 2 tassen moeten pakken. Ik ging natuurlijk ook met 2 tassen weg. Alleen ik heb ondertussen in de loop van mijn reis mijn wandelschoenen gekocht. Ik heb allemaal souvenirtjes gekocht en zo. We hebben dus in Sydney een overstap. Maar we hebben dus eigenlijk een hele dag in Sydney... 11 uren. Dus Kezin vliegt ook naar Sydney. Ik ga samen met Kezin naar Hawaii. Dan komen we tegelijk aan, toevallig. Allebei 7:30. En dan gaan we gewoon het centrum in. We gaan gewoon eventjes rondlopen nog. En ja, hi.
Goedemorgen, jongens. Het is bijna 3 uur 's nachts. Oh, ik lag net te slapen. Gaat de wekker? Ja, tuurlijk. Ik had het kunnen zien aankomen, maar ik kon niet slapen vannacht. 1 uur lag ik nog wakker. Ja. We gaan er vandoor op naar het vliegveld. Oh, it's so dark. Are we going that way? I have no idea. I think that's shorter. Scherp, hallo, hallo. Ja, hallo. Nee, toch niet. Oh jongens, wat is dit droom? Dat is misschien wel beter. Goedemorgen. Ja, ik ben ingecheckt. De laatste keer dat ik jullie sprak, toen kwam er dus iemand binnen in mijn kamer, weet je nog. Nou, blijkt zij precies als ik dezelfde vlucht te hebben. Ideaal. Dus ik hoefde niet alleen naar het vliegveld en ik had iemand om me wakker te maken als ik niet wakker werd, snap je? Dus het is helemaal goed. Hier is de info. Ik moet naar gate 9 volgens mij. Oh nee. Huh? 32. Nou, het zal wel. Dit is zo chill. Je kan nu dus gewoon zeggen, yo, ik moet even plassen. Kan jij even op mijn tassen passen? Dus dit is echt zoveel handiger om met meerdere mensen te reizen dan helemaal alleen. Maar goed. En verder. Ik heb dus een, mijn plek seat 12B. Nou ja, je weet het al. Als je ziet de B, dat is niet goed. Dat is dus in het midden. Gelukkig maar 3,5 uur. Ik hoop dat ik vanavond dan heb ik een 10 uur durende vlucht. Ik hoop dat ik dan zeg maar aan het gangpad zit. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days.